Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Een verhitte strijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert werd er verwacht daags na de rustdag. Die kwam er niet, maar heet, dat was het wel. Leuk dat je kijkt of luistert naar de Wielerflits update vanuit een bloedheet Issoir. 43 graden gaf de auto aan. Daar gaan wij niet over klagen. De renners deden dat wel. Daar hebben ze alle recht toe. Ja, want het was wel echt gigantisch warm. Ik moest na afloop postvatten bij Jumbo-Visma. En daar kwam Dylan van Baarle binnen. En ik schrok ervan hoe wit zijn broek was van de zoutaanslag. En ja, na afloop sprak hij ook eventjes met de pers. Maar ja, door de warmte had hij daar totaal geen zin in. En laten we daar meteen maar even naar kijken. Ja, als je hier dan bij de finish komt, dan weet je niet hoe snel je naar de bus moet en zo snel mogelijk afkoelen. Maar je ziet ook in de koers dat eigenlijk iedereen die één spanning te veel doet, het eigenlijk bekoopt. Ja, dat is gewoon die warmte. En gekookt, hoe voelt dat dan? Is het gewoon letterlijk gekookt? Ja, gekookt. Hoe voelt het? Ja, gekookt. Het is altijd eventjes afwachten hoe zo'n rit gaat zijn. Een dag na een rustdag. De ene komt er goed uit, de ander wat minder. En dat kwam dan vandaag. Het parcours was aan zich al lastig genoeg. Ja. En dan kwam er nog zo'n extra factor bij met de hitte. Dat is altijd ieder jaar wel een thema. Zowel in de Tour als in de Vuelta. Waar je gewoon niet op kunt voorbereiden. Nee, dat is heel lastig. En je zag het ook vandaag. Er werd ook nog eens vol gekoerst. De eerste. Precies, dat maakt het eigenlijk uiteindelijk bijzonder. Of juist anders. Ja, zeker. En eigenlijk leek niemand in te houden. Toch had het ook wel weer een keerzijde. Want een aantal sprinters had het heel moeilijk. Ik heb Fabio Jacobs heel eventjes gezien. Die zat uitgeput op het trappetje in de ploegbus. En twijfelde echt eraan alles. Ja, op zo'n dag als vandaag, als je er vroeg wordt afgeleden, twijfel je aan alles. Of ik wel genoeg getraind heb. Of ik wel goed genoeg ben. En eigenlijk ben ik best wel heel blij dat Caleb Ewan er ook zo slecht aan toe was. Ja. En dan moeten we natuurlijk niet vergeten dat het bij Jacobs nog altijd herstellende is van de valpartij. Dat werkt niet mee. Zeker niet op een dag als vandaag. Heeft wel weer de finish gehaald. Goed, morgen is een dag waar het voor de sprinters is, daar komen we straks op. Ja. Want vooral dat koersverloop, er werd al gekeken naar dit is, zou dus een van de weinige dagen nog kunnen zijn voor Mathieu van der Poel en voor Wout van Aert. Die zagen we weliswaar in de rit, maar het was ongeveer halverwege en het was niet vooraan. Van der Poel reed op kop en die zette een heel hoog strak tempo in de afdaling. En was voor de klassementsman de verder taak om veilig beneden te komen en niet zo snel mogelijk. Dus hebben ze gewoon het gat laten vallen. Dat is het enige wat gebeurd is. Ja, en het was ook eigenlijk niet aan Wout van Aert vandaag. Want ja goed, die gaf al heel vroeg aan dat hij niet de benen had om te winnen. Van der Poel bij de startzeil, ja, ik voel me niet fit. Ik heb een slechte dag gehad. Dus eigenlijk kwam het scenario uit wat iedereen verwachtte. Dus een vlucht, maar wel zonder die twee. Ja. En dan ging het vanochtend ook nog even over Wout van Aert. En het gerucht vanuit de Deense kant gonste dat hij vandaag was de laatste dag zou zijn en dus morgen niet zou opstappen. Daar werd door Arthur van Dongen, de ploegleider, kort en bondig op gereageerd. Het is de grootste onzin die er is. Geen Mathieu van der Poel, geen Wout van Aert in de kopgroep. Dat een heel sterke kopgroep was met onder andere O'Connor en winnaar Pello Bilbao. Ja, en eigenlijk is dat wel een heel bijzonder en ook tragisch verhaal. Zoals de wielfans ongeacht zullen weten, is een maand geleden Gino Meder verongelukt in de Ronde van Zwitserland. Toen hij een bocht miste in de afdaling van een van de bergtoppen al daar. Kwam daarbij dus helaas te overlijden. Nu was het feit zo dat Meder altijd reed voor een goed doel. Waarbij hij altijd, de regel was dan, iedere renner die achter zich riet, hoeveel dat er waren, zoveel euro's doneerde die aan het goede doel. Pello Bilbao heeft gezegd, dat is eigenlijk best wel heel mooi. En laat ik dat goede doel dan voortzetten. En dat hij vandaag, uitgerekend een maand nadat diezelfde Meder overleed, die ook hier had moeten starten, hè, de organisatie heeft de rug nummer 61 niet uitgegeven, dat hij hier wint, ja, ik krijg daar kippenvel van. Ja, prachtig emotionele zegen. Goed, we hebben een beetje gemist hoe daar bij de ploeg op gereageerd werd. Maar dat zal ongetwijfeld, kan je daar een voorstelling bij maken hoe dat was. Ik vond het wel een hele mooie
kop die de... Dat heeft eigenlijk niks met mede te maken, maar wel een van goede koppen kunnen wij genieten. De tourorganisatie van maakte. Bilbao was on the mission sinds Bilbao. Nou ja, dat is op zich geestig gevonden. Ja. Hij had mijn woordengrappen ballotagecommissie niet gehaald, maar... en wel weer een extra nationaliteit die een rit heeft gepakt. Want het wedstrijd is op weg daar een record in te zetten met... Nou, maar één nationaliteit die meerdere keren gewonnen heeft met België. Plus, hè, wat ik vandaag ook heel mooi vond om te zien... een aantal klassementsrenners die er doorgezakt zijn in de eerste negen dagen. Skial Mose door de valpartij, O'Connor die de benen niet had... Bilbao die de benen niet had, die weggevallen zijn... en eigenlijk op de rustdag besloten hebben... Oké, de knop gaat om, we gaan voor ritzegers. Dat net toevallig die drie mannen allemaal meezitten... Ja, dat toont toch hun talent en ook hun vorm dat je dit kan. En ja, dat Bilbao het uiteindelijk afmaakt nogmaals... Vind ik schitterend en bezorgde me kippenvel, ondanks dat het 43 graden was. Ja, kippenvel en een hoop zweet. Precies. Wat we ook nog in de rit zagen, wat wel het memoreren waard is, was toch eventjes Vingegaard. Ja, sprong die nou, viel die nou aan of volgde die, ging die gewoon mee? Nou ja, laten we Arthur van Dongen er nog maar eens in gooien. Ja, de bedoeling is om zijn klassementsconcurrenten zoveel mogelijk te counteren. Als het echt nodig is. En hij is een paar keer meegeschoven, maar nooit echt zelf in de aanval geweest. Maar wel goed meegesprongen. Nog een tweede onderwerp wat vandaag veel besproken is vanuit Nederlands perspectief. Is de selectie voor Glasgow. Die is vanochtend bekendgemaakt. En een selectie, daar zijn altijd mensen blij en mensen wat minder blij. Maar vooral ook benieuwd, hoe is die selectie tot stand gekomen? Dus daar ben jij vandaag achteraan gegaan. Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle zijn de kopmannen van Nederland op het WK over een kleine 4 weken in Glasgow. Slechts 3 renners van de 8 rijden hier in de Tour. Die andere 5 niet. Hoe dat zit, vroegen we aan bondscoach Koos Moerhout. De Tour is niet een garantie dat je ook top gaat zijn op een WK 2 weken na de Tour. Het is toch altijd eventjes afwachten hoe dat je uit zo'n grote ronde gaat komen. Dat kan heel goed zijn, maar dat kan ook tegenvallen. En dat probeer je een beetje, dat gevaar, dat probeer je ook een beetje te strijden door in dit geval ook te kiezen naar een ideale voorbereiding via een andere weg. Ja. Een van jouw 2 kopmannen is Mathieu van der Poel. Die lijkt in deze Tour een beetje met de handremmer op te rijden. Heb je daar met hem over gesproken? Nou, niet zozeer. Kijk, Mathieu heeft al in een vroeg stadium aangegeven dat hij echt wil gaan voor het wereldkampioenschap in Glasgow. Nou, het parcours is ook op zijn lijf geschreven. En je ziet ook wel dat hij de laatste tijd ook steeds meer keuzes maakt. Met zijn karakteristieken is het gevaarlijk om te veel te doen natuurlijk. Hij kan veel. Op de weg, in het veld, op de mountainbike. En daarbinnen moet hij keuzes maken. En ik denk dat hij dat steeds vaker en steeds effectiever gaat doen. En ik denk dat hij op dit moment gewoon een heel goed niveau laat zien, maar een moment uitkiest. Goed, Mathieu is er dus wel bij, maar er zijn ook een aantal renners in deze Tour die dus de selectie niet gehaald hebben. Je hoort Dylan Groenewegen en Danny van Poppel. Ik denk dat het gewoon echt wel een zwaar WK wordt. Hè. En het is niet zozeer dat het enorm veel bergop is, maar de kleine hellinkjes, het draaien keren, de aantal kilometers, dat gaat echt wel een rol spelen. En dan ga je nooit, denk ik, een grote groep naar de finish krijgen. Ja, had je erop gerekend? Op een bepaalde manier wel, omdat ze weten dat ik geen kopman meer wil zijn. Dus ik heb daar niks voor mezelf te rijden. En ik denk dat ik... Dat positioneren heel belangrijk is en volgens mij kan ik dat best wel goed. En zeker als het misschien een sprint wordt met een kleine groep, kan ik ook wel mee natuurlijk in die finale. Maar ja, wat ik zeg, er zal wel een reden voor zijn, dat weet ik niet, maar verbaast me ook. Ja, Groenewegen verwacht dus geen grote groepsprint. En Van der Poel zei ook al, dat wordt een slagveld daar in Glasgow. Dan zou je zeggen, waarom is Kooi mee? Omdat we ervoor kiezen wat meer naar voren te koersen. En ik denk dat Olaf daar een geschikte renner voor is. Olaf zit al heel dicht tegen de sprint op aan. Ontwikkelt zich ook goed als klassieke renner. Natuurlijk is hij nog heel jong. Hij had zelfs nog de onder 23 wereldkampioenschappen kunnen rijden. Mm-hmm. Heeft daar bewust voor gekozen om dat niet te doen. En als je zijn rijden ziet, dan ontwikkelt hij zich ook gewoon heel goed op het eendaagse werk. En door hem te selecteren heb je denk ik een extra troef in de handen die je kunt uitspelen op zo'n dag.
het zij aanvallend en het zij verdedigend. Maar ja, het idee is wel om meer naar voren te koersen, zeg maar. En daarin is zij denk ik heel goed bruikbaar. En kiezen voor echt een pure sprinter, waarvan we er natuurlijk een aantal absolute wereldtoppers in huis hebben. Ja, dan kies je toch wat meer voor een verdedigende houding. En dat is een keuze, dat kan natuurlijk. Maar dat is op dat parcours een hele grote gok. Zeker als je mannen hebt als Dylan van Baarle en Mathieu van der Poel als kopmannen. Dat betekent misschien wel dat Nederland 3 kopmannen heeft. Toch, Mathieu? Ja, de Nederlandse selectie is uit. Gaan we met 3 kopmannen? Met 2 dacht ik. Ik weet niet wie dat jouw derde kopman is. Maar... Ik dacht aan Olaf Kooi, want die vond ik toch wel verrassend. Nou ja, natuurlijk. We moeten wel iets achter de hand houden natuurlijk. En ja, het is een koers die gewoon heel veel kanten uit kan. En de sterkste komen dan vanzelf wel van voor te rijden. En wie zich dan nog steeds afvraagt, ja, maar wat heeft Olaf Kooi als debutant daar te zoeken op het WK? Collega Dylan Groenewegen en Dylan van Baarle. Ja, maar ik denk dat Olaf ook wel heeft laten zien dat hij meer dan alleen een sprintje trekt. Hè. Als je naar het NK kijkt, heeft hij heel slim gereden, maar ook gewoon heel sterk. Ja, denk ik dat hij op dat soort parcours beter uit de voeten kan dan dat ik of Jacobsen dat kan. Ja, het is wel een kaart die we kunnen spelen natuurlijk met Mathieu en mijzelf. Olaf is super snel. Het wordt wel zijn eerste WK, dus ja, dat gaat even in de koers... Zien hoe dat gaat uitpakken natuurlijk, maar ja, ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in. Maar 1 Nederlandse sprinter in de selectie voor Glasgow. Maar alle andere sprinters die in de Tour zitten, die krijgen morgen al een kans in... Die mogen uit hun kooi komen. Ja, in de rit eigenlijk sprintkans nummer 4. Nou, ik wil eigenlijk wel 5 zeggen, want ik vond die sprint in Limoges... Toch ook wel een veredelde massasprint. Maar ja, inderdaad, we gaan weer sprinten en ja... Zoals het er naar uit lijkt te zien, is dit de enige sprintkans deze tweede Tourweek. Ja, en als je het over sprinters hebt, dan heb je het al heel gauw over Jasper Philipsen. Jasper Philipsen, 3 keer gewonnen, dan lijkt het op een gegeven moment makkelijk. Maar hoe makkelijk wordt dat woensdag? Niet makkelijk. Ik denk elke rit in de Tour is niet makkelijk. Dus ze gaan zeker in cadeaus geven, moeten scherp blijven. Iedereen heeft het over jouw uitstekende lead-out die Van der Poel doet. Nu was hij vandaag niet helemaal fit. Vandaag hebben we daar onderweg misschien niet heel veel van gezien. Hoe was hij vandaag? Ja, ik denk dat Mathieu niet 100% is, maar we moeten een beetje bekijken hoe dat hij nu gaat herstellen. Maar ik denk niet dat we moeten panikeren en proberen hem goed te verzorgen. Ja, Philips heeft tot nu toe veel te danken aan zijn sprintrij met daarin een sleutelrol voor Mathieu van der Poel. Ja. Die is niet in allerbeste doen vandaag. Een dag kan een hoop veranderen, maar goed, ook met deze hitte... Dat is niet per se goed voor jou, voor je herstel. Nee. Ja, dan gaat hij wel. Dat gaat Philips wel even voelen. Ja en nee. Enerzijds ja, want hij doet dat al de hele Tour samen en zeer succesvol met Van der Poel. Maar we moeten niet vergeten dat oorspronkelijk eigenlijk Jonas Rijkaard de sprintaantrekker van dienst zou zijn. Die lag er heel lang uit met de welbekende, volgens mij, vernauwing van de liesslagader. Ramon Sinkeldam aangetrokken, die in de eerste maanden het lastig had. En toen is eigenlijk in de Tirreno besloten, we gaan het met Van der Poel doen. Puntje bij paaltjes zijn Sinkeldam en Rijkaard ook in uitstekende doen. Dus ik vermoed, ondanks dat het misschien heel eventjes zoeken wordt, dat ze het toch wel heel erg goed gaan doen in die sprint van woensdag. Dan kan het zomaar nummer 4 worden voor Philipsen, maar er is fikse concurrentie. Die ruiken bloed, die willen ook voor de ritzegen gaan. Eén man die daarbij genoemd mag worden is Jordi Meeuws. Wat is er te doen aan Jasper Philipsen morgen? Hoe moet je hem verslaan? Goeie vraag met de lead-out die hij hier heeft. Zitten ze er ook bijna altijd op het juiste moment, dus het zal niet makkelijk worden. Ik denk als Mathieu hem weer naar de 200 meter brengt, dat er weinig aan te doen is. Maar goed, hun kunnen ook iets voor hebben of verkeerde timing. Dus zeg nooit nooit. Als we aan het lijstje afgaan met sprinters, komen we ook weer uit bij Fabio Jacobs. Ja. Die nog altijd een vraagteken is vanwege die gevolgen van de valpartij in week 1. Als we dan verder gaan, dan komen we ook bij de pure sprinter die misschien wel het beste klimt. Dylan Groenewegen. Ja, die een opvallend relaxte indruk maakt deze Tour de France. Ook, ja. En ja, goed, toch er heel dichtbij was, ook in Limoges bijvoorbeeld. In een sprint die hem eigenlijk niet meteen super op het lijf geschreven is. En ja,
als je dat kunt en misschien ook wel dit soort etappes beter verteert, ja, dan krijg je die kans wel. En ja, hij gelooft er zelf ook nog heilig in. Maar ik voel me gewoon goed en ik wil gewoon volgaan voor die etappenzege. Het zit erin en daar blijven we ons best voor doen. En dan hebben we nog Caleb Ewan, hebben we Bauhaus, hebben we Welsford. En Mads Pedersen niet te vergeten. Mads Pedersen en natuurlijk bij Jumbo-Visma, hun alleskunner, Wout van Aert. Gaat hij eigenlijk sprinten? Nou ja, dat vroeg ik hem. Dat moet je nog bekijken. Ik heb er echt mijn zin op vandaag gestaan, maar dat liet de been niet toe. Dus we moeten nog eens even naar de etappe van morgen kijken. Of hij dus gaat sprinten, dat is nog even een vraag. Maar wat wel zeker is, is dat wij morgen weer terug zijn met een nieuwe Wielenflits update. Dank voor het kijken, dank voor het luisteren en graag tot morgen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.